De katholieke arbeidersjeugd heeft reden tot feesten. Paulus VI heeft haar stichter, Jozef Kardijn, tot kardinaal benoemd. En het is aan u dat ik te danken heb dat ik in de toekomende dagen, morgen en overmorgen, dat ik zal kardinaal zijn. Zonder u nooit. Kardijn probeert de arbeidersjeugd te behoeden voor de gevaren van zedenverwildering en geloofsafval. Lang voor de Tweede Wereldoorlog is hij voor zijn kajotters als steun gaan vragen bij een andere paus. En wat voor wilde gast, vraag de paus. En ik zeg, heilige vader, ik wil sterven om de massa van de arbeidersjeugd te redden, tot de kerk te brengen en tot Christus. Ah, eindelijk iemand die mij komt spreken van de massa. En niet alleenlijk van een minderheid, van een elite. Gij moet de massa winnen. Uw beweging, dat is mijn beweging. De katholieke actie moet de jonge arbeiders weghouden van socialisme en fascisme. Maar sociale en materiële ontvoogding is eens zo belangrijk. Wat heb je ervan doen? Als een mens honger heeft, geeft hem een boterham. En begint hem niet te spreken over God en waar en de hoogste zaken. Bij de 50ste verjaardag van de beweging, na zijn dood, is de K.A.J. Kardijn niet vergeten. Evenmin als zijn stortvloed van woorden en zijn uitbundige lichaamstaal. Wanneer ze mij zien, ha, met mijn gebaren, dan zeggen ze, o Kardijn, die spreekt een internationale taal. Niet met zijn mond, maar met zijn lichaam. En met zijn armen en met zijn voeten.